يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، لي بروز أند زوسترز، الله عز وجل maakt ons bekend in een ayah dat hij van alles heeft geschapen, de schepping en de schepselen, en dat hij daarin uitzonderingen heeft gemaakt of zaken heeft uitverkoren of de ene boven het andere gekozen. Als Allah azza wa jalla aangeeft: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah azza wa jalla, jouw Heer, die heeft van alles geschapen wat hij wenst, wat hij wil. Maar daaruit heeft hij ook uitverkoren wat hij wenst en wat hij wil. De ene boven de ander. Zo schiep hij en zo heeft hij de engelen geschapen. En we kennen verschillende hadith die ons bevestigen dat er verschillende engelen zijn. Engelen van die van de arsh, engelen van de engel des doods, engel van de jibar, engel van dit. Van allerlei soorten engelen. Engelen die de tawaf doen, 70.000 die de tawaf doen om bij het namoor en het verlaten enzovoort. Eindelijk. Maar boven al deze engelen, waarvan wij niet weten wat de aantal is, bij Allah azza wa jalla alleen het bekend is, weten we wel dat hij Jibril alayhi salam heeft uitverkoren als de beste der engelen. En zo heeft hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nadat hij de mensheid heeft geschapen en de mensen tot de dag des oordeels, daaruit natuurlijk weer selecties gemaakt van profeten, boodschappen enzovoort, maar uiteindelijk de uitverkoren daaruit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als de beste der mensen. Zo heeft hij zelfs natuurlijk de aarde geschapen. En heeft hij dus eigenlijk verschillende gebieden en steden. Maar de beste plek en de meest geliefde plek en de meest gezegende plek, Mekka, tot zich gemaakt. En zo heeft hij ook natuurlijk de dagen, de maanden geschapen. 12 maanden. Heeft Allah azza wa jalla geschapen, zoals jullie allemaal weten, is de meest geliefde en gezegende maand van die 12 bij Allah de maand van de Ramadan. Maar zo heeft hij ook dagen geschapen. En de meest geliefde dagen, zoals de hadith ons bevestigen, deze dagen waarin jij je bevindt. Ashra Dhulhijja. En moet je eens voorstellen dat die eerste 10 dagen, daar zelfs nog een dag in zit, waar Allah zegt: maar wacht, deze pik ik zelfs uit die selectie, uit die uitverkoren dagen. En zelfs daar kies ik er nog eentje uit die is daar boven alles. En dat is de dag van Arafah. Aanstaande zondag maak je die inshallah mee. Wie weet maken wij die niet meer mee. Maar die staat voor de deur. Je hebt misschien de afgelopen dagen je al bevonden. Nee, je had je al bevonden in gezegende dagen. Waarin de aanbidding dus meer waard is bij Allah. Waarin jouw sadaqa, elke vorm van sadaqa, van Qur'an, van birrul walidain, van een goede daad, van een donatie, van Qur'an, van qiyam, van siyam. Alles wat jij in deze dagen hebt gedaan, en nu nog dus de resterende 2-3 dagen die er nog over zijn, of de 2 dagen die nog over zijn van vandaag, morgen en zondag, dus 3, die jij nog kan benutten om daarin zaken te doen, die niet hetzelfde beloond worden als buiten deze 10 dagen. Nee, die veelvuldig, die meer beloond worden, van hoger aanzien zijn bij Allah. Jouw sadaqa voor deze 10 dagen is niet hetzelfde als de sadaqa in deze 10 dagen. Jouw Qur'an in de afgelopen dagen is niet hetzelfde als in deze 10 dagen. Jouw siyam enzovoort. En dan maak jij misschien, inshallah, laten we het hopen, de dag van Arafah mee. De dag waar Allah azza wa jalla, een bijzondere dag, waarom deze zo geliefd is en wat er allemaal over te vertellen is, dat zul je ongetwijfeld los wel van elkaar gehoord hebben. Maar zeker in deze fase, vlak daarvoor, is een herinnering aan mezelf en aan mijn geliefde broeders noodzakelijk om die daadwerkelijk te benutten. Want helaas, hoe geliefd die ook is bij Allah, hoe gezegend die ook is bij Allah, zie je dat mensen deze dag voorbij laten gaan als de rest van de dag. Als de rest van de dag. Behalve zij die daarachter zijn, op dit moment een hajj te verrichten zijn. Die beleven hem, die maken hem mee, omdat daar ook een ritueel aan verbonden is. Maar de rest die dan hier is, ja, Arafah, oh ja, was dat zondag? Ja, het is zondag. Oh, oké, leuk. Dus is het noodzakelijk voor ons om daarbij stil te staan. Waarom? Om daar zoveel profijt uit te halen.
Als we kijken dat Allah azawajal op deze dag van Arafa, dat die zo geliefd is bij Allah. Niet zomaar, en de punten zijn er vele, maar ik zal het weer beperken tot een aantal punten. Een van de belangrijkste punten is namelijk dat Allah azawajal op deze dag, moet je eens voorstellen, in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, na 23 jaar van da'wah, van afzien, van inspanning, bloed, zweet en tranen, uiteindelijk na 23 jaar en vlak voor zijn dood, hij op een hajj gaat en khutbat al-wada, hajj al-wada, en de khutbah geeft, hij de preek nog geeft op de dag van Arafah. En daar de laatste ayat eigenlijk nog krijgt van Allah azawajal. Ayat die bij jou bekend zijn, maar waarin Allah iets duidelijk maakt. En aangeef op deze dag van Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. Op deze dag heb ik deze religie voor jullie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Op deze dag heb ik deze religie van jullie. Van mij, de islam, compleet. Klaar. Na vandaag komt er niks meer. Oh ja, dit is nog halal, dit is nog haram. Dit moet je nog doen. Nee, nee. Het is nu klaar. 23 jaar van boodschap. Elke letter die geopenbaard moest worden. Ja, het is duidelijk nu. Het pad is duidelijk. Mohammed zal ze er nog met zijn laatste adem, met zijn laatste fase van zijn leven. Nu is het aan jullie om iets te doen met deze boodschap en met deze, met de, het pad wat voor jullie voor klaar is gemaakt. En hij geeft ook aan, ik heb voor jullie deze religie dan ook uitgekozen. Als oké, compleet, vervolmaakt nu, niks meer aan toe te voegen. En nu, heel, tukalallah, laat zien. Laat zien, want je komt mij op een dag tegen. De dag des oordeels ga ik je dan afvragen. En dat was op deze dag. En als je dan inzoomt op de massa die Mohammed sallallahu alaihi wasallam dan ineens toespreekt. Van duizenden sahaba, een zee van sahaba, die bij elkaar zijn gekomen. En van alle kanten, zelfs mensen die nog geen sahabi waren, werden op die dag sahabi. Want het was voor het eerst dat ze Mohammed was en dus ook daadwerkelijk zagen, in hem geloofden en hem volgden. Ze kwamen van overal. En dan op deze dag, die massa daar bij elkaar, eindelijk. En dan zie je dat dat herhaald zal blijven tot nu, tot vandaag de dag en tot de dag des oordeels. Dat mensen van overal op de wereld daar naartoe gaan om een hajj te verrichten. En met eenzelfde massa in de tussentijd, met veel meer, met miljoenen en de afgelopen eeuwen, dus miljarden, die daar die plek hebben bezocht en daar staan en daar dit nog meemaken, wat Mohammed zal zijn daar heeft meegemaakt. Hij begon alleen en hij staat dan nu een massa toe te spreken dat dit het is. This is it. Klaar, nu is het aan jou. En dit is precies op die dag die, zoals jij die zondag gaat meemaken, dat dien je te beseffen. Je moet je ook inzoomen, want vaak zijn wij opgegroeid met de dag van Arafah. Wij herinneren het alleen maar als die ene dag, dat de hele dag vanuit Iqra opstond met de tawaf en met de mensen van Arafah. We zien onze ouders ernaar kijken, misschien zelfs tranen en verlangen daarna. En wij liepen binnen de buiten, we weten, oh ja, dat is de dag van Arafah, ik zie de hele dag Iqra, mensen in de hajj. Dat is wat ik zie. Dat is de cultuur waarmee wij zijn opgebouwd. Het zit er ergens, maar wat gebeurt er daadwerkelijk? Dat je erop inzoomt en denkt van wow, deze massa die komt dus uit alle uiteindes van de wereld. Zwart, wit, geel, bruin enzovoort. Alle sociale klassen, de ene is miljonair en de andere straatveger. Vrouw, man, jong, oud. Zelfs uit landen die met elkaar in oorlog zijn, die elkaar haten, je vindt ze daar op dezelfde plek. En ze staan in hetzelfde kleed. Je ziet niet meer wie de miljonair is, je ziet niet meer wie die straatveger is. Allebei hebben ze twee stukken kleed die hetzelfde eruit zien. Wit, dat kleed waar jij en ik in gewikkeld zullen worden. Ja, en inderdaad komt er bij de vrouwen nog een paar stukken bij en bij jou nog eentje erbij. Maar dat zit. Het moet jou ook herinneren als jij die beelden ziet en de aanstaande zondag van hey, die massa. Zo, en zeker als je het zelf hebt meegemaakt en degenen die daar zijn geweest, die kunnen het bevestigen. Ja, dat doet je weer herinneren. Wow, er komt een dag dat ik daar kom te staan. En de massa hetzelfde eruit ziet. Niet meer in te onderscheiden. Nee, die mag even voor, nee, die mag dit niet. Allemaal hetzelfde. En of ik nu iemand haat of van hou, doet er niet meer toe. Ze zijn daar allemaal gekomen en je ziet subhanallah, en alhamdulillah ben ik begunstigd om dat van dichtbij mee te mogen maken. Je ziet dat iedereen bezig is met alleen maar de hele dag
vanaf 's morgens tot aan zonsondergang met de dua en het huilen en de tauba en de istighfar en de Koran. Iedereen is bezig met, ja Rab, laat mij behoren tot diegenen die gered worden, die vergeven worden enzovoort. Als jij dit beseft, dan besef, maak jij deze dag anders mee, zelfs als jij daar niet bent. Zelfs als jij daar niet bent, is dit een jaarlijks moment waarin Allah ons alweer wil herinneren. Hey, dit is het kleed wat jij dadelijk gaat dragen. Dit is het kleed waar jij dadelijk ingewikkeld gaat worden. Dit is het doel waar jij voor bent geschapen. Je bent enkel en alleen hier om je te herinneren te worden, om vergeven te worden, om een nieuwe kans te krijgen, om de barmhartigheid te krijgen, om geaccepteerd te worden. Dit is wat jou en mij daaraan moet herinneren. Moet je eens voorstellen dat een van de Joden naar Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab kwam en zei, o Amir al-Mu'minin, o Omar, bij jullie hebben een ayah. Als die op ons was neergedaald in ons boek, zouden wij die dag verklaren als een nationale feestdag. En Omar ibn Khattab zegt, een ayah, dus jij als Jood weet dat er een ayah is die zo bijzonder is. Hij zegt, als die voor ons was, hadden we daar een nationale feestdag van gemaakt. Elk jaar zouden we die dag herinneren. Waarom? Dat is welke eier? En hij noemde hem de eier die ik net voor jou reciteerde. Waarin Allah duidelijk aangaf, dit is het, klaar. Dit heb ik voor jullie uitgekozen. Deze religie is compleet en hij is neergedaald op jullie. Enzovoort. En Omar ibn Khattab, die keek natuurlijk voor verbazing. En hij zegt, Allah, bij Allah, ik weet wanneer en waar het geopenbaard is. Het is een bijzonder eier, maar wow. Ik sta nu, besef ik hoe bijzonder het wel niet is, als zelfs nu jij komt aangeven van hoe bijzonder als dat jullie daar op een andere manier mee zijn omgaan. Maar in de tussentijd had Mohammed zelfs op ons al lang ook geleerd dat het inderdaad ook voor ons een feestdag is. Want zo zie je dat Mohammed zelfs aangeeft, Yawm Arafa wa Yawm al-Nahr wa Ayyam al-Tashriq Eiduna al-Islam. En hij geeft aan wa hiya Ayyam al-Aklib wa Shab. Hij geeft aan, deze dagen, de dagen Yawm Arafa en Yawm al-Nahr, de dag van Eid, van het slachten van de offer, en de Tashriq, de dagen die daarna volgen, waarin de Hajj nog de Rami enzovoort doet, die drie dagen, dit zijn allemaal feestdagen voor ons, zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Want veel van ons die denken dat alleen Eid een feestdag is. Arafa is voor ons als moslim een feestdag. Als je beseft wat daarin voorkomt, wat daarin gebeurt, dan kun je niet anders dan eigenlijk bijna vieren van wow, dat ik de kans heb gekregen en begunstigd ben dat ik nog mag leven en deze dag mee mag maken en ja, eindelijk misschien afkom van mijn zonde of gered worden uit het hellevuur, dan vier je het inderdaad, dan vier je het. Mohammed sallallahu alaihi wasallam leert ons namelijk dat op deze dag, moet je eens voorstellen, zij zijn daar. Degenen die daar zijn, die maken iets bijzonders mee. Diegenen die daar zijn en op die berg en begunstigd zijn, mogen Allah jullie allemaal daar doen terechtkomen. Dat Allah azza wa jalla dan op deze bijzondere dag, op deze bijzondere dag, neerkijkt op zijn dienaar. En dat hij de malaika bij elkaar roept. En dat Allah azza wa jalla en de malaika, en hij is de alwetende, en de malaika vraagt, waarom zijn zij gekomen? Wat doen zij daar? En dan krijgt Allah, die de alwetende is, alleen maar ter bevestiging van de malaïka, zij zijn gekomen voor uw vergeving, ze zijn van heinde en ver gekomen. Waar hopen ze op de vergeving? Waar zijn ze bang voor Jahannam? En moet je eens voorstellen dat Allah vol trots en tevredenheid praat over deze personen die de moeite hebben genomen en sommigen misschien hun hele leven nu al gespaard hebben. Ja, cent voor cent en cent voor cent in een tachtigste eindelijke bedrag bij elkaar hebben gekregen. Of in die mensen die zich vrij hebben gemaakt, mensen die misschien ziek zijn, die van alles zijn en toch de moeite hebben gekomen en alhamdulillah uit zijn verkoren en daar terecht zijn gekomen. Allah zegt tegen de malaika, kijk mijn dienaar, kijk wat ze allemaal hier staan te doen. Kijk, en hij noemt jou naar jou en jou en hij kijkt op jou, naar jou. En zegt tegen de malaika, Atani, ze zijn gekomen, omgekamd en gestopt, met andere woorden, van ver en moeite en bloed, zweet en tranen. En dat Allah dan van boven zeven hemelen aangeeft. Ushidukum enni qadra fartula. Jullie zijn getuigen en op de dag des oordeels mogen jullie allemaal voor hun getuigen, dat op die ene dag ik ze alles heb vergeven.
wat ze ook hebben uitgesproken, hoe lang, hoe ver, hoe wel, die dag zij komen zij terug, inderdaad, gaan ze terug naar hun families als herboren. Moet je eens voorstellen wat een gunst. Moet je eens voorstellen, geliefde broeder en zuster, die misschien tot de dag van vandaag, alhamdulillah, heel de wereld heeft gezien. En een goed inkomen heeft. En een goede auto en baan en werknemers en stagiaires en weet ik veel. En de wereld en elk jaar naar Marokko of Turkije of waar dan ook naartoe gaat. En daar euro's en euro's dropt. En tot de dag van vandaag, als het op een hajj aankomt. Nee. Vijfde pilaar. Waar je nog meer begunstigd wordt door Allah, van kom maar, krijg je nog meer zegening, nog meer vergeving. Maar die schuiven wij aan de kant, ja, inshallah. Als ik er klaar voor ben, inshallah als ik trouw, inshallah als ik dit, inshallah als ik... Nee, ik moet nog wat regelen naar dit, deze zaak, dit bedrijf, dit. Inshallah, en een vijfde pilaar vegen we weg. Kijk wat een gunst daarin zit voor deze mensen. Dat Allah vol trots over hen praat, bij de melaïka en ze vergeeft. Dat is voor de mensen die daar zijn. Maar, voor de mensen die Arafa mee willen maken, maar niet uiteindelijk daar terecht konden komen, die hier leven, hier zijn, tussen ons, zoals jij en ik, die achter zijn gebleven. Wat heeft deze dag dan voor hen? En zo vroeg een van de metgezellen, dan ook de profeet sallallahu alaihi wasallam, na de siyam eigenlijk op deze dag. En dan zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat de vastende op deze dag, dat die, zoals de profeet als hem aangeeft, yukaffiru sana al-madiya wa sana al-qadiya. Moet je eens voorstellen dat jij, die achter bent gebleven, maakt niet uit. Gratis en voor niks. Je hoeft geen 4.500 euro, je hebt geen visum nodig, je hebt geen pasfoto's nodig, je hebt geen brein nodig, je hebt helemaal niks nodig. Het enige wat jij nodig hebt, is opstaan met de intentie, vandaag is de dag van Arafa, de meest geliefde dag bij Allah. Vandaag vast ik, omdat ik vergeven wil worden van al mijn zonden het afgelopen jaar en de aankomende zonden van het dit jaar. Het enige wat jij nodig hebt. Geen reisbureau, geen persoon die je hoeft te benaderen. Jij hebt nu al de intentie, inshallah, zondag zal ik vasten als ik daartoe in staat ben, niet ziek ben of ongesteld of wat dan ook enzovoort. Als ik die intentie al uitspreek en daar opsta, kom ik in aanmerking dat Allah tegen mij, Mohammed zoals hij mij heeft verteld, jouw zonden van het afgelopen jaar en het komende jaar, daarmee vergeven. Zo bijzonder is deze dag, dat zelfs degenen die achter zijn gebleven en niet naar Allah, naar de meest geliefde plek bij Allah in Mekka terecht zijn gekomen, dat zij subhanallah ook niet vergeten worden en ook de kans krijgen hier. Misschien heb jij omstandigheden waarom je niet bent geweest. Misschien allerlei zaken, ieder zijn eigen ding, maar hier heb jij zelf de mogelijkheid om daar toch van te profiteren. Geliefde broeder en zuster. En daarom deze dag, om die dan ook zoals als vastende eigenlijk in te gaan. De intentie te hebben als vastende. Maar ook deze dag te gebruiken en los van deze dagen al. Met extra aanbiddingen waarvan jij hoopt en van overtuigd bent en vraagt aan Allah. Inderdaad om nog meer baraka in jouw rizq, in jouw gezondheid, in jouw kinderen, in jouw bedrijf, in jouw studie, in jouw carrière enzovoort. En in jouw beslissingen en noem maar op en noem. Heb de intentie erin. Heb de intentie erin. En stap op deze manier. Deze aanstaande zondag in Arafa in. Dan zul je zien dat jij daar ook de vruchten van gaat plukken. En als jij op deze manier erin stapt, dan ga jij beseffen wat de waarde is van Arafa en dan zul je dat pas gaan proeven in plaats van als cultuur mee te nemen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد في دروس أنزوس. Deze dag vastende door te komen. Maar deze dag, de dag van Arafa, wat jij en ik veelvuldig dienen te doen, of we nou daar zijn of hier zijn, wat de profeet sallallahu alaihi wasallam deed, wat de sahaba deden, wat de tabi'een, wat op de dag van vandaag veelvuldig gebeurt, is namelijk de dua. Je kan altijd dua doen, je kan nu dua doen. Je hebt verschillende momenten van dua wanneer die verhoord wordt enzovoort. Maar deze dag is daar ook weer een uitzondering, de meest exclusieve dag eigenlijk, en de meest gezegende dag voor een dua. Alleen maar daar? Nee, niet alleen maar daar. Daar is het nog bijzonderder als je daar op de, bij de Jabal Rahma, in Arafa staat. Nog bijzonderder, nog gezegender, en dan inderdaad je te concentreren en leef te maken alleen maar
om vergeving, tawbah, dikr, istighfar en dua voor jezelf, voor je naaste, voor de umma, voor wat dan ook. Maar dat kun jij ook hier doen, lieve broeder en zuster. Mohammed sallallahu alaihi wasallam geeft aan, khayrud dua, de beste van jouw dua. Je doet dua, oké, prima. Je deed gisteren dua, je deed vorige week dua, je deed vorige maand dua. Ja, prima. Allemaal mooi, allemaal goed. Maar de beste onder de dua, khayrud dua, dua yawm arafa. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي. Hij geeft ons eerst aan, de beste dua is de dua van wat jij nu gaat meemaken aanstaande zondag. Dus in plaats van die dag te vullen met onzin praat, vul die ene dag alleen al met zoveel mogelijk dua en istighfar. Nogmaals, voor jezelf, voor wereldse zaken, je namaas, de akhira zaken, carrière, kinderen, noem maar. Vul alsjeblieft. Vul die dag. En laat je niet afleiden door maar eventjes 2 minuten eraan te besteden en de rest van de 24 uur weer helemaal weg te gaan. Nogmaals, deze dag kost jou helemaal geen moeite in die zin van visums of dit of reis of euro's of wat dan ook. Benut deze dag dan ook, lieve broer en zus. Hij geeft dan aan, de beste dua is de dua op de dag van Arafat. En het beste wat jij kan zeggen, want sommige metgezellen hadden dan zoiets, ja maar wacht, daar zit je dan misschien 12 uur, van 's morgens tot zonsondergang of 18 uur of wat dan ook. Hoe ga ik de hele dag vullen? Wat kan ik allemaal voor dua doen? Misschien ben ik heel snel klaar, ken ik maar 1 dua of wat dan ook. Doe gewoon zoveel mogelijk dua. Wees daar oprecht in. Doe in je eigen taal, doe in je dialect, doe in zaken die je misschien kent, doe lezen zelfs. Doe. Natuurlijk is het beter, natuurlijk mooier enzovoort als je het zelfs op de manier van de sunnah doet zoals Mohammed zelfs hem dat deed. En al is het maar 1 hadith, en die ken jij en die kan jij makkelijk leren, want een deel van deze dua ken jij al. Als je die alleen maar zou gebruiken, want Mohammed zelfs hem geeft al aan, hey, de beste van al die dua, wat ik veelvuldig herhaal op die dag, en wat een nabiyuna min qabli, zelfs andere profeten voor mij deden herhalen op deze dag, wil je die weten? Mohammed sallallahu alaihi wasallam geeft aan, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله كيف وحده لا شريك له ليس له له الملك وله الحمد اسمه صمغ مسكين وغف من بيتي يقول الليل وهو على كل شيء قدير هاي ستوب alles in staat dat is de laatste zin als je daar vandaag 5 minuten in investeert kan je deze dua لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Drop hem, schrijf hem, Facebook, telefoon, WhatsApp, deel hem, herhaal hem 5 minuten en je kent hem. De profeet als hem geeft aan, moet je je voorstellen, hij kent tig. De mooiste ad'iyya kent de profeet zal het. Maar hij zei, deze herhaalde ik het meest. Deze deden dan de sahaba ook veelvuldig. Deze deden de anbiya veelvuldig herhaald. En natuurlijk daarnaast voor jezelf en in je eigen taal, want soms is het moeilijk en wil je echt je hart luchten, lucht je hart bij jouw schepper. Gooi alles eruit, vraag alles, vraag. Dus begin een nieuw begin en doe dat zelfs inderdaad hier. Wil je het nog bijzonderder maken als jij hier bent en wil je het echt, zoals ze zeggen, voor het echt doen? Pak eventjes je auto of je fiets en ga eventjes de stad uit, ga even ergens een stuk natuur in, waarin je echt je afzondert van even de mensen en de kinderen en de belastingdienst en weet ik veel enzovoort. En dan ga je daar eens eventjes zitten, helemaal tussen jou en je schepper en doe je even een paar uur de dikker en de dua zoals zij die daarachter doen. En door het gebied van Arafat doe jij die dan hier. Dan ben je intens bezig op deze manier daarmee. En dan zie je dat dit iets is wat subhanallah, de vergeving van Allah en de rahma die daalt op die dag, dat het zelfs Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan het glimlachen bracht. En de metgezellen zeiden ook boodschappen van Allah, waarom die glimlach op je gezicht? Die glimlach op het gezicht van Mohammed. De tanden waren zichtbaar en ze waren daarom verbaasd. Wat is het wat u heeft doen lachen, op boodschappen van Allah, deze dag? En dan zegt hij, ik heb namelijk Iblis gezien, de shaitaan gezien in een situatie, in een staat waarin ik het nog niet eerder heb gezien. Eigenlijk van wanhoop, van verloren, van deprie, helemaal de Iblis, nadat hij zoveel rahma ziet neerdalen, zoveel vergeving, zoveel mensen die een nieuwe kans krijgen, zoveel mensen die een nieuw leven, een nieuw bladzijde, een nieuw boek hebben gekregen, al zijn werk van 40 jaar of 50 jaar of 18 jaar, wat hij heeft geïnvesteerd in jou,
met één dag weggeveegd en jij bent op dat moment afgekomen. Dit maakt hem inderdaad wanhopig op dat moment. En dit is iets waar Mohammed s.a.w. zelfs van glimlachte. Dus zorg alsjeblieft daarvoor dat jij en ik op die dag Iblis inderdaad zo ver krijgen dat hij wanhopig wordt en de rahma van Allah ons steekt.